Yo, welkom bij een nieuwe video en in deze video ga ik niet zelf mijn foodie of eating laten zien, maar namelijk Renske, want zelf eet ik in het begin natuurlijk echt superveel calorieën, iets van 3000 per dag en dan ben je aan het afvallen. En veel mensen hebben dat waarschijnlijk niet, dat ze zoveel kunnen eten. En vorig jaar hebben we ook al zo'n video gemaakt en die was super goed bevallen. Dus vandaag gaat Renske laten zien wat ze allemaal gaat eten. En Renske is niet de persoon die super weinig eet, want Renske heeft wel een grote eetlust. Dus waarschijnlijk zie je ook wat maaltijden met lekker veel volume. Maar ongeveer zit jij nu op zo'n 1900 calorieën per dag, geloof ik, hè? Ja, tussen 1900 en 2000 calorieën ongeveer. Ja, dus... En ik ben er wel ruim mee. Dus de ene keer iets meer, de andere keer iets minder. Als ik honger heb, dan eet ik misschien iets meer dan dat. En als ik vol zit, stop ik. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het nu doe. Ja, precies. Dus... Maar dan heb je inderdaad ongeveer de 2000 calorieën. Wat lager is en wat waarschijnlijk ook wat meer mensen ook eten. Dus hopelijk hebben jullie wat aan deze video. En vind je hem nou leuk, vergeet even een like achter te laten. En dan beginnen we de video. En op het moment zitten we nog niet aan het ontbijt, maar gewoon aan een kopje koffie. Want Renske ontbijt normaal gesproken ook niet echt en stelt die maaltijd ook wat verder uit voor later op de dag. Ja, eerst was ik gewoon een beetje flexibel in. Als ik honger had, dan begon ik gewoon met eten zodra ik eigenlijk honger had. Of dat nou om 7 uur 's ochtends was of om 11 uur. Maar nu, omdat ik nu wat lager in calorieën zit, vind ik het een beetje zonde om dat te doen. Dus dan bewaar ik het liever voor na de training. Dus inderdaad, gewoon lekker vast trainen gaan we zo meteen doen. Dan kan je gewoon lekker later op de dag gewoon lekker veel eten. En ik ben er niet zo streng in als Tom. Dus soms dan begin ik wel iets eerder met eten. Maar dat komt ook omdat ik niet later op de dag heb ik niet meer zo'n heel veel honger. Bijvoorbeeld s'avonds dan eet hij om 10 uur nog wel eens een hele bak kwark of zo. Ja, dat hoef ik dan echt niet. Dus. Ja, ik zorg er echt altijd voor dat ik echt iets van 1500 calorieën in de avond over heb. Of vanaf 5 uur. Omdat ik dan gewoon in één keer superveel maaltijden nog kan eten. Maar Renske heeft niet zoveel trek in de avond als ik. Dus dan kan ze ook in de overdag heen net wat meer eten. Dus nu doen we het in ieder geval gewoon even op een kopje koffie. En dan gaan we eerst even een training pakken. En dan gaan we beginnen met de maaltijd. Oké, lekker getraind en ik moet zeggen, die ochtendtrainingen bevallen echt supergoed. En ook gewoon zonder ontbijt. Ik merk gewoon dat ik best wel veel energie heb en dat ik gewoon met een lege maag prima een workout doorkom. En daarna heb ik natuurlijk wel weer gezonde trek, maar dan mag je ook lekker veel gaan eten. En ik heb besloten om vandaag gewoon met de maaltijden mee te doen met Renske. Ik dacht, het is wel zo leuk voor de video en waarschijnlijk dat ik wel iets hogere hoeveelheden ga eten. Omdat ik natuurlijk ook wat meer calorieën kan eten, maar ik dacht, dan is het ook gewoon leuk om die maaltijden mee te doen. En dan weet ik in ieder geval ook zeker dat ik lekker veel volume vandaag ga eten, wat natuurlijk helemaal prima is. Maar ik heb in ieder geval nog niet zoveel in huis en ik heb eigenlijk nog geen idee wat Renske wilt gaan eten vandaag. Dus we gaan nu even boodschappen doen en Renske gaat bepalen wat we in huis gaan halen. Oké, de boodschappen zijn in huis gehaald en de allereerste maaltijd die we zo gaan eten zijn... Pannenkoeken. Maar we gaan nog kijken of ze gaan lukken. Ja, we gaan nog wel kijken of ze gaan lukken. Ik hoorde Renske inderdaad al een beetje twijfelen. Want we gaan het voor het eerst zonder ei maken. En dat komt omdat jij sinds een maandje hebt gehoord dat jij intolerant bent voor ei. Ja, ik heb eigenlijk al, ben al jaren bezig eigenlijk met mijn eten fine-tunen, met waar ik nou wel en niet tegen kan. Omdat het gewoon heel ingewikkeld is om achter te komen. En ik heb nu vorig jaar ben ik door middel van bloedtests erachter gekomen dat ik voor een aantal producten en allergisch voor een paar en intolerant ben voor wat. En toen ben ik daarna eigenlijk best wel veel ei gaan eten. Omdat ik ook vegetarisch ben. Je moet wel aan je eiwit komen. Maar omdat ik zoveel ei ben gaan eten, kan ik nu dus niet meer tegen ei. Daar ben ik dus een maand geleden achter gekomen. Ook weer met zo'n bloedtest. Ik heb zeg maar en problemen met mijn immuunsysteem en met mijn darmen. Dus die combinatie zorgt gewoon dat ik vrij snel
op eten reageer. Dus daarom ben ik ook weer kip gaan eten. Omdat ik echt nu al helemaal een waslijst heb van ingrediënten die ik moet uitsluiten. Maar ja, daarom gaan we dus pannenkoeken maken zonder ei. Dus we gaan kijken hoe dat lukt. En dat ook even uitgelegd om even duidelijk te zijn dat de maaltijden die we vandaag gaan eten niet per se nodig zijn om af te vallen of wat dan ook. Maar dat Renske dus inderdaad een beetje beperkt is in de dingen die ze kan eten. En dat daardoor heel veel groentes of net wat andere dingen in de maaltijden kunnen zitten. En ik zag ook al een paar vragen in de comments. Dus dan is dat ook weer allemaal duidelijk. En dan gaan wij nu proberen die pannenkoek te maken. Ja. We gaan het op basis van havermout doen. En met eiwitpoeder. En dit is dan chocolate eiwitpoeder. Dus voor de chocoladepannenkoekjes. En we doen er bananen in. En bakpoeder. Ongezoete amandelmelk. Eerst even die havermout fijn malen tot een soort meel. Als je gewoon havermeel kan kopen, dat is eigenlijk handiger. Maar wij hebben gewoon havermout in huis, dus we doen het zo. Per persoon 65 gram havermout. De eiwitpoeder en de melk en de bananen vermengen. En dan doe je de havermeel er weer bij en dan is het een beslag. Ja, is de bedoeling. We houden het simpel. Ja. Kijk, dat zijn de stapel pannenkoeken geworden. En voor de portie die jij hebt gebruikt, dan heb je dus zo'n 5 medium pannenkoekjes wat je eruit kan halen. Dan kan je zelf natuurlijk altijd grotere pannenkoeken bakken of wat minder of meer beslag gebruiken. Ja. Maar ze zijn, hoe ik ze eruit vind, zien echt super goed gelukt. Ook zonder het ei. Dus dat is weer een meevaller. Anders dan zo'n mislukte maaltijd in een video is ook niet zo leuk. En dan de macro's en calorieën komen voor het beslag even in het scherm. Dat is dan weer mijn werk, hè? Lekker makkelijk. En dan is dit het eindresultaat. En voor de toppings hebben we gewoon vooral de bosvruchten en wat aardbeien gekozen. Wat lager in de calorieën dan bijvoorbeeld weer een banaantje wat we eerst dachten toe te voegen. Maar nu hebben we het hier gewoon op gelaten. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is 130 calorieën. En er zit er ook wel 38 gram proteïne in. En dat is natuurlijk best wel veel voor maaltijd, vooral als je gaat droog trainen. Maar vind ik het prettiger om niet heel vaak op de dag te eten. Daarom zijn de maaltijden wat groter. En krijg je er wel echt 5 pannenkoeken per portie uit. Dus je kan ook bijvoorbeeld het beslag door de helft doen als je minder grote eter bent. En dan heb je gelijk ook veel minder calorieën. Maar eigenlijk even uitleggen waarom de maaltijd zo groot is. Ja, nee. En dat is ook wel weer chill omdat we zo laat beginnen met eten. Ja. En dat is met intermittent fasting. Nu gaan we denk ik gewoon even naar een koffietentje. Want met deze maaltijd kunnen we wel weer even tegenaan. En dan gaan we wat werk doen. En natuurlijk koffie drinken. Oké, we hebben even een paar uur in dat koffietentje gewerkt. En ik werk zelf eigenlijk altijd super graag in koffietentjes. Want één, je hebt echt weinig afleiding. Je zit gewoon achter je laptop en je koffie wordt geregeld. En je kan niet zomaar rondjes gaan lopen in huis. Of toch nog dingen gaan pakken of andere dingen doen. En daarnaast heb je altijd gewoon lekkere koffie. En ook als Renske er is, dan vind ik het gewoon super chill om gewoon in een koffietentje te werken. Maar het is nog steeds echt super lekker weer. Dus tussendoor is het wel heel erg chill om gewoon even een rondje te lopen buiten. Oké, ik woon denk ik nu iets van 4 maanden in Haarlem en nog steeds voel ik me echt een toerist in eigen stad. Want elke keer als ik een rondje loop, dan kom ik opeens op dingen die ik nog nooit heb gezien. En dan denk ik weer echt van, hé, dat is een leuk plekje. Oh, dat is ook een leuk plekje. Dus 4 maanden in Haarlem, maar nog steeds ken ik het eigenlijk helemaal niet. Houdt het wel leuk. Oké, het rondje lopen net was iets groter geworden dan we hadden verwacht. En daardoor gingen we daarna nog even bij een koffietentje zitten. Maar merkte ik op het moment echt van, oké, ik krijg echt super erge trek. Ik heb natuurlijk ook helemaal niet zoveel gegeten vandaag. Dus voordat we zo meteen het avondeten gaan maken, neem ik zelf gewoon even een eiwitreep. Omdat ik nog maar iets van 750 calorieën heb gegeten. En ik natuurlijk wel wat meer mag eten dan Renske vandaag. En daarnaast, voor de mensen die nog niet weten, is Renske ook een coach bij TuneFit. Dus wanneer je gekozen worden en hulp zou willen met je voeding of je training en liever door een vrouw Renske gekozen willen worden, dan kan dat ook en dat kan je dan gewoon op de website aangeven. Dan kan je of mij of Renske aanklikken. Dus dat is altijd de eerste link van de beschrijving voor de schema's en de coaching. En dan kan je dus met een van ons aan de slag gaan. En dan heb ik de smaak birthday cake. En je hebt echt het gevoel dat je een mega cheat aan het eten bent. En hij zit gewoon iets van 250 calorieën met 21 gram eiwitten. Dus echt helemaal top. En als je hem nog niet hebt geprobeerd, dan mis je echt wat. Want deze zou ik echt 100% zeker
aanraden. En wanneer je nou een bestelling doet bij MyProtein, dan kan je natuurlijk de code TUNEFIT gebruiken voor 35% korting. En wanneer je de link in de beschrijving nou gebruikt, help je mij ook weer. Oké, inmiddels is het al 4:15 en ik begin echt trek te krijgen, ondanks die eiwitreep. Dus we schakelen even over naar Masterchef Renske om te kijken wat we vanavond gaan eten. Dus, vertel, wat gaat het worden? We gaan pasta maken met een speciale pasta die is gemaakt van rijst, omdat ik dan geen gluten mag. Hier allebei 70 gram van ongeveer of zo. We gaan er witte vis bij eten, pangasiusfilet. Spersiebonen ga ik erbij maken en dan nog wat andere groentes en kruiden. Die gaan we er zo bij doen. En het chillen van als Renske kookt is: 1, het is super lekker en waarschijnlijk heb ik het niet zo vaak gegeten. Maar daarnaast heeft het ook echt super veel volume en weinig calorieën. Want we hebben helemaal niet zoveel pasta gebruikt, maar daarnaast is het wel een hele grote maaltijd geworden. Gewoon van alle groenten die we gebruiken en ook de witte vis, het super laag in calorieën. Dus wij gaan ervan genieten en de calorieënmakers van deze maaltijd zijn dit. En dan komen we zo meteen nog met de laatste maaltijd en waarschijnlijk iets van een toetje of zo. Oké, we gingen net even naar de Appie om een toetje te halen. En gisteren had ik al deze in huis gehaald. Die nieuwe ijsjes van Oppo. Een beetje van die Magnum ijsjes. En dit is dan de vanille smaak. En met daarnaast ook echt een chocolade eromheen. En die was super lekker. Toen kwam Renske met het idee van oké, ik heb ook wel zin in een ijsje. Dus we gaan deze vegan cornetto's halen. Prima idee. Maar daarna zag ik dat Oppo ook nog de aanbieding had met 2 voor de prijs van 1. Dus nu heb ik zo'n bak gehaald. En daarnaast deze bak. Probleem is, mijn vriezer is niet zo groot. Dus we moeten minstens de helft van deze ijsjes gaan opeten. Maar dat komt wel goed. Ik heb die vegan cornetto's en daar eet ik er 2 van. Dan heb ik ook nog even een eiwitshake met 25 gram eiwitpoeder. Want anders dan hier zit letterlijk met 2 ijsjes kom je op 2,2 gram eiwit uit. Ja, dus er zit vooral alleen maar vetten en koolhydraten in. Maar als ik letterlijk dit op heb met nog zo'n ijsje, dan zit ik echt precies op mijn macrodoelen. Dus dat is echt ideaal. Dus de calorieën en macro's van deze kleine snack komen nu nog even in beeld voor Renske. En daarna komen nog even de totale calorieën en macro's. En dat zal dus ongeveer rond de 1900 calorieën zijn. Ja, ietsje minder zelfs. Ietsje minder zelfs. En nog iets van 115 gram eiwitten. Dus dat is helemaal top voor Renske. Zelf heb ik nu een andere bak op ijs die ik ga eten als snack. Namelijk een smaak die ik nog niet heb geprobeerd. De Speculoos Crunch. Ik heb geen idee hoe ik deze vind. Maar daarna zal ik waarschijnlijk vanavond nog even een bak kwark eten. Om ook even mijn calorieën en macro doelen te halen. Maar dat was in ieder geval wel voor deze video. En vond je het nou een leuke video? Vergeet even een like achter te laten. En wil je nou meer van Renske zien? Wat recepten of andere posts? Dan kan je dat natuurlijk even checken op Instagram. En ja, vergeet niet te abonneren op het kanaal voor nog meer video's. En dan zien we jullie in de volgende video.